Misschien kom ik als een vlinder terug. Of misschien kom ik als een bloem terug. Maar ik weet dat er iets meer is tussen hemel en aarde. Dat gevoel heb ik wel. Ik weet niet of dat het juist is. Maar ja, mijn wolksken is al besteld. Op deze moment weet ik het niet goed van hoe dat allemaal zal lopen. Maar ik kan het niet voorspellen, dus dat is voor mij denk ik het moeilijkste toch. Ik weet niet hoe dat gaat evolueren. Ik heb om de 3 maanden een scan in Leuven. Na elke keer om de 3 maanden leef ik daar naartoe en ze zeggen van het is stabiel, heb ik zoiets van, ik heb er nog 3 maanden extra bij gekregen. Ja, het is spannend. Ja, je kunt daar niks aan veranderen. Kanker kunt er niks veranderen. Ik ben palliatief, daar kan ik niks aan veranderen. Ik zal sterven. Ik probeer dat te aanvaarden. Waar ik het wel moeilijk mee heb, is zo het concept van als ik sterf, dat de wereld doordraait. Dat vind ik, dat is wel moeilijk om te bevatten. Het lukt me al iets meer. Ik merk dat ik het al iets meer kan aanvaarden. Zo van ja, als ik sterf, ja, dan ben ik er niet meer. Ik ben wel bang om vergeten te worden. Ik heb het lang moeilijk gehad met van wat kan kanker mij nu nog leren, want ik stond al in het leven van carpe diem. Ik heb ook die tatoeage in mijn nek. Ja, en ik denk dat mij kan leren om zoveel mogelijk in het hier en nu te leven en los te laten. Wat niet eenvoudig is, maar door constant bezig te zijn bijvoorbeeld met van wanneer ga ik sterven of dat wil ik niet. Ik wil niet op het einde van mijn leven terugzien, ook al is dat maar een jaar of een half jaar of 2 jaar, terugzien naar mijn leven. En denk je, wat heb ik de afgelopen maanden gedaan? Ik heb in een hoekje gezeten en liggen wenen. Nee, absoluut niet. Ik wil eigenlijk nog zoveel mogelijk het leven halen. En zo lang mogelijk. Ik geloof eigenlijk, ik ben een atheïst eigenlijk. Ik geloof in niets meer. En dat maakt het soms ook, ik denk voor mensen die bijvoorbeeld nog in God geloven, of in de hemel, dat geeft nog een oude vast. Maar ik geloof in niks niet meer, dus voor mij stopt het ook. Mocht ik mijn leven kunnen herdoen, zou ik natuurlijk bepaalde dingen anders doen dan wat ik gedaan had of heb. Ik mag er dan niet te veel bij stilstaan, want dat maakt mezelf alleen maar moeilijker. Om het cru te stellen, zou ik durven zeggen van moet ik al die miserieën gans mijn leven hebben meegemaakt om nu relatief gelukkig te zijn in de omgeving waar ik nu ben. Ik kan het niet beter uitdrukken. De aandacht die ik nooit gekregen heb, de liefde die ik nooit gekregen heb, elke middag een lekkere maaltijd, met ze samen aan tafel. Een goeie lach, een keer een spelletje kaarten. Een keer in de tuin zitten in de zomer.
is mijn tweede familie. Zijdeus betekent alles voor mij. Eigenlijk ben ik niet gewend en kan ik moeilijk omgaan dat ze mij blij maken omdat ik in mijn jeugd en in mijn jonge jaren en in mijn verdere leven nooit liefde heb gekregen van mijn ouders. Ik heb geen jeugd gehad. Ik heb heel veel droevige tijden meegemaakt. Dus geluk is voor mij ook heel dubbel. Ik had een beroep met de familie, behalve met mijn zus. En die heeft onder meer toegeleid dat ik enorm vereenzaamd was. En wat doen veel mensen die vereenzaamd zijn? Die vluchten in iets. En bij mij was dat alcohol. En dat heeft uiteindelijk... decennia later geleid tot een serieus leverprobleem. En in later stadium een chronische levercirrose. En daar heb ik nu mee te kampen. Uiteindelijk ben ik in de fout gegaan. Want ik wist hoe waar ik mee bezig was. Maar ik aanvaard de consequenties. De periode die ik nu doormaak in het huidhuis en het is de mooiste periode uit mijn leven. Zonder twijfel. Ik aanvaard. Ik zou nog eens graag tot bij mijn zus gaan in Frankrijk. Dat is waar. Maar alleen zie ik dat niet meer zitten, omdat zowel voor de fysiek als voor weet ik veel wat. Ik pakte voor enkele jaren altijd de Thalys tot in Parijs. Ze kwam mij al. En dat is eventueel, maar... ik ben het minst content. In zekere zin hoop ik dan natuurlijk dat er nog iets is. Gewoon dat er toch nog ergens een bewustzijn. Dat je toch nog dingen kunt zien van wat er hier gebeurt. Ik hoop dat gewoon dat dat zo is. Ik ben ervan overtuigd, altijd geweest, dat dat niet zo is. Maar naarmate dat ik er dichterbij kom, begin ik toch te denken, potverdorie. Gedaan is gedaan, hè. Op een bepaalde manier ben ik wel gelukkiger nu dan daarvoor. Ja, omdat ja, ten eerste, er hoeft niks niet meer. Ik moet niet meer presteren. Ik moet niet meer bewijzen wat ik kan en wat ik niet kan.
pak er nog een snoepje. Twee snoepjes. En dan is het genoeg. Ja, ik geniet van de meest onnozele dingen soms. Hè. Dat ik soms denk, allee, vroeger zou dat niet gebeurd zijn. Dat kan er, ik denk niet dat gewone mensen dat begrijpen. Een bloemetje zien of een vogel zien voorbij komen of een schoon schilderij zien of een beeld. En ja, dat soort dingen. Of natuurlijk met de kleine. Als de kleine in de buurt is, daar geniet ik ook heel erg van. Hè. Door mijn ziekte heb ik veel meer contact terug met mijn familie. En heeft mijn zuster mij Peter gemaakt van Sid. En omdat ik zelf geen kinderen heb, is dat natuurlijk heel belangrijk voor mij. Het is niet zomaar een manneke dat daar rondloopt, maar het is veel meer dan dat. Met mijn zuster praat ik er heel weinig over op die manier. Zij weet wel dat Sid het grootste deel zal erven. Hè, daarna van mij. Maar meer hebben wij daar nooit over gesproken. Waar is de auto? Ik zou niet graag hebben dat mijn zuster bijvoorbeeld na mijn dood... Nu niet direct, dat zal ze ook nooit doen, maar na een paar jaar zegt we kiezen eens een andere Peter. Ik ben de Peter van Sid en ik zal dat willen blijven. Hè. Zoals als het 80, 90 jaar wordt. En ik hoop inderdaad dat hij af en toe eens naar die foto's kijkt en zegt van God, ja, dat was mijn Peter en dat hem daarover... verteld, spontaan of niet verteld, maar dat hem zich dat ooit herinnert. Waar is de poes? Waar is de poes? Waar is de poes? Als ik ergens veel mee in zit, dan is dat. De rest, daar ben ik mee klaar. Maar als ik hem zie, dan zit ik hier zo niet. Die weet dat, die merkt dat op geen enkele manier. En mijn ouders en mijn zussen ook niet. Ik kan daar heel, heel gemakkelijk over spreken. Maar over Sid zwijg ik. En zo'n volière, dat zegt me iets. En dat geeft me rust. En dan gaan vanzelf de oogjes dicht en dan slapt ze weer. En dan kun je niet denken. En dat heeft ook zijn voordeel. Maar ja, zelf van de dood ben ik helemaal niet bang. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat ik gewoon in een diepe slaap ben en gewoon niet meer wakker word. Dat hoop ik.
Maar om me daar nu dik over te maken, dat kan ik niet. Ik heb meer last met het feit dat je je naaste achter moet laten en dat hij alleen blijft. Oh, dat vind ik een heel akelig gevoel. Daar heb ik het heel moeilijk mee. Dan moet ik eerlijk zijn, daar heb ik het heel moeilijk mee. Van, hoe gaat mijn man dat doen? En gaat hij terug onder de mensen komen? Ja. Nou, ik ben bang dat hij dan in een gat valt. En dat hij, ja, gewoon niet probeert contact met mensen te houden. En ja, ik was degene die praatte wel in de familie, dus... En omdat we ook al zo lang samen zijn, we zijn, ik geloof, 58 jaar getrouwd. Dus je weet niks anders dan dat er eentje naast zo'n bed zit. En ja, nee, voor die man, dat meen ik. Ja, dat ligt altijd wel gevoelig, nou zo tegen het einde zo afscheid nemen van familie. Alleen van je naaste familie dan. Ik heb het er veel moeilijker mee als met het feit dat ik zal doodgaan. Ja, dat hoort erbij. Ik ben gelovig en ik hoop dat wat ik uit mijn geloof heb meegekregen, dat de dood geen einde is. Maar daar heb ik heel veel vragen bij. Ik zou bijna zeggen, ik heb zoveel geloof. En ik heb zoveel twijfels. Maar dat is ook zoiets. Ja, ik leg het in de handen van God. Ik leg het in het gebeuren. Je leeft en je wil blijven leven. We weten wel dat dat niet gaat, maar ja. Maar als het zo dicht bij je komt, dan is dat toch wel zwaar. Maar ik denk dat ik echt in die fase ben gekomen van het aanvaarden en van trachten te genieten van al de momenten dat ik maar kan krijgen. En ik doe daar zoveel mogelijk samen met de kinderen. En ik tracht altijd zoiets te vinden om zo nog iets kunnen bij te pakken. Je kunt dat natuurlijk niet, maar ik zou altijd zo nog wel. Ik heb nu een zoon en zijn vrouw, die zijn op vakantie. En nu heb ik zo, ja, ik moet nog trachten dat zij terugkomen. Want ik zou ze nog graag zien. Ja, ze mogen eens zeggen, ik hou van jou.
elkaar nog eens knuffelen. En dat doen we heel veel, elkaar knuffelen. Wat ik ook in normale omstandigheden niet deed. Dan leef je. Je bent gelukkig en je leeft. Maar nu is het wel allemaal veel intenser. Dat maakt wel deel uit van dat afscheid nemen, ja. Ik heb veel mooie momenten. Daar komen soms stralen. Afscheid nemen is niet gemakkelijk. Je weet ondertussen dat Sid met een held is geworden. En ik zal die nooit zien opgroeien. Ik kan er niks aan doen dat dat mij zoveel doet, maar dat doet mij veel. Je bent er ondertussen nog altijd. Hè? Ik had niet gedacht dat je zijn geboorte in ging zien. Nee. Ik zou nog zo graag zoveel willen. Zal ik wel zien dat hem u niet vergeet en veel over u vertellen. En alles wat je nu nog kunt meepakken, moet je meepakken. Dat doe ik. Ja, ik denk dat je dankzij Sid nog altijd leeft. Zeker en vast. En dat je daar om een bepaalde reden dan op die moment is gekomen. Dat ik op die moment ben zwanger geworden, dat je geboren is met een missie. Ja, ik denk dat echt. Ik meen dat. Je weet ook dat ik niet zo gelovig ben. Nee, maar dat heeft niks met geloof te maken. Maar ik voel dat zo aan, dat je er op die moment moest zijn. Al die andere keren is dat mislukt en die keer lukt dat. Het is dat hem er moest zijn, om een bepaalde reden. Het kan niet blijven duren, hè? Nee, dat weet ik, maar dat is ook iets waar wij niks aan kunnen doen. Nee, je moet dat aanvaarden. Ik aanvaard dat ook wel. Maar... Ja, maar als jij wilt wenen, mag jij wenen? Ja, dat weet ik, maar... Ik doe dat niet, hè? Ja, waarom niet? Waarom is dat is misschien 3 of 4 keer gebeurd. Ja, dat ik eens een kleine instorting had. Ja, maar dat is en toch oké? Okay. Uur... Jij vindt dat precies niet oké, okay, maar dat is toch oké? Okay. Als jij dat nodig vindt of als jij daarover wilt babbelen. Waarom niet? Wij hebben een familie die zijn emoties liever binnenhoudt. Jij ook. Nee, ik eigenlijk... Jij bent ook niet in mij, allee, als je bij mij bent. En als maan en pa ook niet. Dus wij hebben het niet van vreemden. Maar ik vind dat zelf vervelend. Omdat ik dat niet verwacht van mij.
Ik ben heel optimistisch. En tegelijkertijd komt dat dan ineens boven. Dus verstaan je wat ik wil zeggen? Ik verstaan het, ja. Oké. Okay. Klootzak. Vuile hond. Oh. Dat is al beter. Ik ben enorm blij dat ik naar Parijs ga. Naar mijn zus. Het huishuis heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat er een medewerker mee gaat en een verpleegkundige. Toen kan ik toch een dag, een avond en een middag bij mijn zus zijn. En dat is een droom die uitkomt. Een heel goede verstandhouding. Zij heeft een heel belangrijke plaats in mijn leven. Ja. We kunnen heel goed met elkaar omgaan. We luisteren naar elkaar. Ja. We zijn heel aangenaam iemand. Zo makkelijk zijn moest anders, mijn zus. Ah, voilà. Ça va? Ça va, et toi? Ouais, papa. C'était long. Ik had gewoon nooit gedacht dat ze vanuit het huis met dat voorstel zou komen. Ja, dat was echt een verrassing van formaat. Je weet dat je voor mij veel betekent. Ik bedoel, zonder kwaad te willen spreken, maar uiteindelijk onze ouders zijn. Die waren niet echt van de wereld. Ik bedoel, die zaten met één ding in hun hoofd, dat is die zaak. En hun eigen. En hun eigen, inderdaad. En ze praten wel. Ze hadden wel graag dat we af en toe naar hen luisterden. Vooral. Als wij een keer iets te zeggen hadden, was het niet, hè? Nee. Daar weet niet over. En dat is nooit veranderd, nee. Hoor. Dat is nooit veranderd. En het is erom. Ik weet dat jij. Ervoor ook al niet altijd heel goed in vorm was en veel problemen had. En ik denk dat ook heel veel er van vroeger van komt. En daarom is dat voor mij ook heel belangrijk. Hè? Ja, dat is uiteindelijk. Maar als ik jong was, dacht ik er ook niet zoveel aan, want je hebt je leven daarvoor gestaan en je vertrekt maar nadien met de tijd. Dan denk je, wat is er allemaal gebeurd dat zo erg is dat als ons vader ziek is en zo. Dat ze dan aan mij zeggen, ik zeg, ik ga Erwin verwittigen, maar nee. Dat is vlak af zeggen, maar nee, niet Erwin. Ik zeg, luister, dat is niet mogelijk, hè, dat kunnen we niet doen, dat is niet eerlijk. Hè. Ja. En voilà, en dat heeft ons waarschijnlijk terug beter bij elkaar gebracht. En dat is iets wat belangrijk is. Absoluut. Huh? Ja. Probeer iets goed te maken dat, ja. Dat er niet geweest is. Hm. Voilà. Toen plezier dat je het zag. En we worden elkaar een van de dagen. Ja. Als we kijken, als we de scanner vergelijken met de voorgaande scanner, is er deze keer wel een klein beetje evolutie. Ja. Ik denk dat ik nu bijna een jaar aan een stuk heb deze behandeling gekregen. En ik denk dat die stilaan uitgewerkt is. Mm. Ik denk dat we een andere behandeling gaan moeten opstarten. Ja. 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 We hebben een andere behandeling en dat gaat via tabletten zijn. Ah, ja. Dat is niet met chemotherapie intraveneus. Dat is ook nog altijd een soort van chemotherapie, maar dat is een tablet. Ja. En dat kan ook perfect onder leiding van de eigen klimaat.
Er is niet heel veel over gezegd geweest. Nee. Maar ja, ik voelde wel dat iedereen er wel van aangedaan was. Als je weet van dat hem niet meer aanslaagt, ondertussen die kanker toch maar ontgroeien is, dat je eigenlijk letterlijk kon doodgaan zelf van binnen. Nou, dat is wel confronterend. Ik kom even terug heel dicht. Ik was ook bezig, heel fel met de dood, met de aanvaard dat ik jong ga sterven, maar als het dan zo dicht komt. Nou, het heeft me wel even onderuit gehaald te scannen in Leuven, het slechte nieuws. Ja, maar dat is allemaal woorden. Iedereen zegt dat tegen mij, maar dat zijn woorden. En ik weet dat niet. Geloofde je niet dat je een impact hebt op bepaalde mensen in je omgeving? Ja, ze zeggen dat wel, ja. Maar zie je dat ook niet? Bijvoorbeeld, ik ben meer rekening gaan houden hoe langer dat ik je kende. Tevoren dan deed ik maar en zei ik maar. En hoe langer dat ik je kende, hoe meer dat ik mij zo begon. Maar aan te passen aan uw visie op het leven. Ik kan mij maar over onderwerpen zoals de dood praten. Terwijl dat voor mijn ouders wel veel moeilijker is om daarover te praten. Om te realiseren dat ze mij ooit gaan moeten afgeven. Voor Paolo is dat zelf ook niet zo heel gemakkelijk om zelf erover te praten. Maar ik kan er wel alles tegen zeggen en ik kan er wel mee over praten. Maar voor hem is het emotioneel ook niet altijd gemakkelijk. Maar ik zijn beste vriendin ook ben. Hetgeen dat ik tegen u zou zeggen is, kom mij eens bezoeken. Ja, 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 drie keer tikken, hè. Ja, dat is goed. Ja, maar ja. Ja, ja, tot die moment er is. Ik zie haar gillend weglopen. Ik begin gewoon wat lucht te knuffelen. Dat mensen mij zot verklaren. Stel me voor. Overal wat ik kom, zie ik Tina. Ja. Als ik een vlinder zie, dan denk ik van, oh, wauw. Dat deed ik vroeger minder. Als je bezig was met werken of gaat, dan deed het dat minder. Nu beleef ik bewust ook van het feit van, oké, ja, want straks kan ik het niet meer. Ik kom bij mijn zus te staan in de tuin met mijn urn. We hebben een hele grote tuin. En ja, ze zegt dan, ik kom altijd elke dag bij u zitten. Ik kom altijd vertellen hoe het een dag geweest is. Ze zegt, geef me dan een teken. Geef me dan een seintje. Ik zeg, ja, dat is goed. Ze heeft een hele grote plaat aan. En dan, ja, dat als je begint te ritselen. Ik zeg, ik kom nog niet spooky spooky doen. Dat doe ik niet. Ik zeg, ja, ik weet het niet. Zuske, waar zitten? Op welk bokje zitten vandaag? En ik weet dat je hier bent. En dat je ons hoort. Want ik voel dat, zus. En dat is wat je mij beloofd hebt. Dat je van opa wolksken op ons zal passen. Dat we naar zanen voelen. En we voelen naar zus. En ik beloof dat je ook wel verdiende rust na dat zware leven zult krijgen. In de zalige stilte in het zonneke. Op de Geza. Het gaat al goed, zusken. Slaap wel.
hallo. Hey, hey, kirkeweren, 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 kirkeweren. Hallo iedereen. Ik wou nog de laatste dingen zeggen. Voor de mensen die aan mij allemaal dierbaar zijn. Vooral voor de ma en de pa. Ja, de ma heeft altijd met mij meegeweest. Ik weet hoe moeilijk het voor u was. En de pa, ja, hey, die zei niet veel, maar hij was er ook wel voor mij. En vooral de rest die aan mij gekend heeft. Dan wil ik ook zeggen van bedankt van de steun. Het gaat uit er goed. Het is even moeilijk om me er allemaal te missen. Maar je komt er nog wel overheen. Ik ga nou lekker slapen. In alle rust en vrede. Ik zou zeggen tegen iedereen, tot in de droit. Het gaat weer goed.